Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met de 5 meest recente Nederlandstalige afleveringen van de Daily Minutes, zoals uitgezonden via PI2NOS. Vervolgens komt de Amateur Radio Newsline met de datum van deze vrijdag met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1400 met een uitzending voor vandaag 3 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. Ja, vandaag heb ik iets bijzonders in de uitzending. De data, daar begin ik mee, is 1,5 seconde lang. Helemaal aan het eind van deze uitzending is dat in 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Het blijft goed gaan met die grote stukken tekst. Ja, ik was er pas bezig met een onderwerp voor de Daily Minutes om dat voor te bereiden toen er iets bijzonders gebeurde. De telefoon ging en ik zag een bekend nummer dat ik niet direct herkende. Aan de andere kant van de lijn was iemand die ik zeker al 30 jaar niet meer gesproken had. Fred Forstermans van RDS Electronics. Fred en zijn winkel die zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk ervoor geweest dat ik ooit PNL ETE geworden ben. Met name de steun die ik van die man kreeg, dat was geweldig. En ik was toen een jaar of 16, 17. Het feit dat ik hem zo pas sprak, dat raakte me dan ook bijzonder. Dat is echt leuk om te horen. Fred vertelde dat hij zeer met zijn gezondheid sukkelt. Hij is erg ziek geweest en hij wist ook niet of wat er deze week te gebeuren staat kon doorgaan. Maar sinds kort gaat het een stuk beter met hem. Aanstaande donderdag bestaat zijn winkel, RDS Electronics, waarin een aantal zaken staan die zo naar een museum kunnen, 45 jaar. Zijn oude klanten van vroeger, en dat zijn er veel, zeker die ook meeluisteren denk ik, die nodigt hij uit om aanstaande donderdag vanaf 4 uur even een handje te komen schudden. Er is dan wat te eten en te drinken. Fred's winkel die is nog af en toe open. Hij is van plan om de winkel ook de komende tijd, voor zover dat qua gezondheid gaat, op zaterdagen open te houden. Een deel van de spullen die er staan, die gaan naar een museum of worden anders ondergebracht in een stichting. Maar de onderdelen die hij ook in voorraad heeft, die zijn nog gewoon te koop. Aanstaande donderdag dus is het 45-jarig bestaan van RDS Electronics in de Heidenstraat in Amersfoort, waarbij alle oude klanten worden uitgenodigd om vanaf 4 uur in de Heidenstraat aanwezig te zijn. Deel 7 van de serie over antennes. We waren beland bij de tuner en de goede afstemming tussen de tuner en de zender en de middengoede afstemming van een eventuele kabel die naar de tuner naar de antenne toe gaat. Wat gebeurt en wat dus eigenlijk ongewenst is, dat is dat de tuner het stuk kabel tussen tuner en antenne als onderdeel van de antenne gaat zien. Daardoor is de kans groot dat de goede werking van deze coax of open lijn door de werking van de tuner wordt verstoord en dat er daarop staande golven ontstaan. Deze zorgen er dan voor dat deze kabel net als de antenne gaat stralen. Dat is ongewenst, want de energie die hier ontsnapt, al is het niet enorm veel, die wordt niet door de antenne zelf uitgestraald. De zo uitgestraalde HF-energie kan bovendien storing in huis of bij de buren veroorzaken. Zoiets hoeft niettemin bij een vermogen van bijvoorbeeld 25 watt niet tot heel grote problemen te leiden. Het is niet de bedoeling, maar het is ook geen zaak om je bij niet al te vaak gebruikte antennes enorm veel zorgen over te maken. Of in zo'n geval heel veel geld ervoor uit te geven. Oké, het werkt wat minder goed en je hebt wat meer kans op storing, hou dat in gedachten. Maar het werkt natuurlijk wel. Ook aan de ontvangerkant gebeurt in zo'n geval iets vergelijkbaars. Door de misaanpassing is de kans groter dat je storing ontvangt die vanuit het huis afkomstig is. Overigens een G5RV-antenne maakte juist gebruik van een stralende voedingskabel. Het originele ontwerp van die antenne werd door de in 2000 overleden R. Louis Farney, G5RV, in 1966 al gepubliceerd in RSTB Bulletin. Aan de antenne zit een bepaalde lengte open lijn, die echter als onderdeel van de antenne zelf helpt om deze goed te laten stralen. Doordat de draden in de open lijn zo dicht bij elkaar lopen en de signalen op die draden met elkaar in tegenfase zijn, zal toch het grootste deel van het signaal door beide draadelementen, samen 3/2 golflengte op 14 MHz, en niet door de open lijn worden uitgestraald. De G5RV kan op de meeste banden overigens alleen in combinatie met een antennetuner worden gebruikt. Een belangrijk voordeel van een antennetuner is trouwens ook dat deze het signaal nog wat extra filtert, wat de uitstraling van stoorsignalen, met name harmonische, onderdrukt. Dat is vooral bij gebruik van multibandantennes zinvol. Harmonische bij amateurapparatuur vallen doorgaans ook weer in amateurbanden en worden door multibandantennes dus onverzwakt weer uitgezonden. Gebruik van een tuner verzwakt deze stoorsignalen aanzienlijk.
Dit is deel 5 van de serie over repeatertechniek. Paul PA3DFR mailde mij nog over iets rond isolatoren dat ik niet genoemd had. Paul, bedankt. Isolatoren worden ook achter zenders geplaatst, zo schrijft hij, om intermodulatie tussen meerdere zenders op één locatie te voorkomen. Meerdere signalen van sterke zenders in een zendereindtrap, als ze daar terechtkomen, kan dit eventueel samen met het signaal van de zender zelf tot intermodulatie leiden. Intermodulatie kan ook komen uit bijvoorbeeld een in de zender ingebouwde directional koppeler om SWR te meten. Een isolator voorkomt dan dat de signalen van andere zenders op die plek in de zender kunnen terechtkomen. We waren gebleven bij de controllers. In principe kan een controller werken door de squelch direct aan de PTT van de zender door te koppelen en verder niet. Bij zendontvangers die een crossband repeater functie hebben, gebeurt het vaak op die manier. Op zich is dat prima, maar het is toch wel prettig als gebruikers een reactie van de repeater terugkrijgen, zodat ze kunnen vaststellen of ze door de repeater ontvangen worden gehoord. Dit kan bijvoorbeeld door de zender nog korte tijd in de lucht te laten als de squelch al dicht gaat. De meeste repeaters combineren dat met een rotsjepiep, maar dat hoeft echter niet. Simplex repeaters die zijn er in twee varianten. De ene variant koppelt het signaal dat op de plek van de repeater ontvangen wordt door naar een netwerk, meest via internet of iets als hamnet. En signalen die van het netwerk worden ontvangen, die worden in de ether uitgezonden. Hiervoor zijn meerdere namen in gebruik. Simplex repeater is de wat minder gebruikte. Node, link of hotspot komen als naam in het Nederlands ook voor. Een dergelijke repeater werkt niet meer als het netwerk niet functioneert. Als controller wordt hier meestal een computer gebruikt of een combinatie van een fysieke controller en een computer waarbij de laatste voor de koppeling naar het netwerk zorgt. Een andere vorm van simplex repeaters is de papegaai repeater. Alternatieve namen daar zijn herhaalzender en store en forward. Een papegaai repeater herhaalt op dezelfde frequentie wat er is ontvangen, waarbij er meestal een maximale tijdsduur is dat er gesproken kan worden. Een dergelijke repeater werkt zonder netwerk. Er zijn speciale controllers voor papegaai-repeaters. Er zijn reguliere controllers die een papegaai-functie ondersteunen. En er zijn ook softwarecontrollers voor die op een computer werken. Nadeel van een papegaai-repeater is dat je steeds op een doorgang moet wachten. De communicatie verloopt daardoor traag. Het grote voordeel van een simplex-repeater is echter de eenvoud. Er is alleen een reguliere zendontvanger nodig, geen filters. En zet je twee simplex-repeaters neer op een paar honderd meter uit elkaar, die je via een radiolink of via internet koppelt, dan kun je het duo ook gewoon als repeater gebruiken. Dit is, zoals ik al meldde, bij 10 meter repeaters de standaardpraktijk. Er zijn, zoals ik zei, enorm veel controllers te koop. Eenvoudige controllers bevatten alleen een callgever, rotsjepiep en niet veel meer. De meeste controllers die nu te koop zijn kun je op afstand besturen, ook de exemplaren die niet op computers gebaseerd zijn. Deze controllers kun je via DTMF op afstand configureren. Het configureren via DTMF op afstand heeft, als je niet oppast, wel een paar risico's. De kans is groot als je geen extra maatregelen neemt dat een grapjas de codes weet te achterhalen en dan op eigen houtje gaat proberen de repeater opnieuw te configureren. Het instellen van een pincode voor zoiets is niet een afdoende bescherming. Iemand kan gewoon opname maken van de ingang en ook de pincode is dan zo achterhaald. DTMF-codes worden in de meeste gevallen niet gerelieerd. Dat is zeker bij gekoppelde repeaters van belang, omdat het in sommige gevallen ook functies bij de gekoppelde repeaters kan beïnvloeden. Sommige controllers hebben een extra besturingsingang. Hierop kan een extra ontvanger gekoppeld worden op een willekeurige frequentie, vaak in een band waar de repeater niet werkt. Het besturen met DTMF van de repeater werkt dan uitsluitend op de frequentie van deze extra ontvanger en niet op de repeateringang. Om de frequentie moeilijk raadbaar te maken kun je die eventueel af en toe veranderen. Nadeel is dat je daar dan wel voor naar de repeaterlocatie moet. Een waarschijnlijk betere manier is er eentje die vaker wordt gebruikt. De controller heeft dan een programmeermodus die je kunt activeren door bijvoorbeeld een telefoonnummer te bellen en daar een pincode in te tikken. Na intoetsen van de pincode kun je bijvoorbeeld 5 minuten lang de programmeermodus van de repeater via de ingang van de repeater gebruiken. Bij gebruik van een Raspberry Pi of een andere computer voor de besturing zijn de mogelijkheden voor configuratie op afstand veel uitgebreider, als de controlecomputer tenminste via internet te benaderen is. Door de jaren heen zijn er diverse functies ontwikkeld om misbruik en ongewenst gedrag op repeaters te voorkomen. Eentje daarvan is het al eerder genoemde anti-kerchunk. Op dat soort dingen gaan we later in deze serie nog verder in. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1401 met een uitzending voor vandaag 4 september 2018. Dit is het bulletin van dinsdag.
De stem wil niet helemaal en ik had ook al ruzie met de audioapparatuur, maar we maken wel een uitzending. Het gaat inmiddels veel beter met mijn gezondheid. Ik ben nog niet zo ver dat ik weer helemaal op volle kracht werk, maar ik merk er nauwelijks nog wat van. Alleen mijn stem hapert nog een beetje. De data vandaag, dat is 8 PSK 1000 bij 1800 hertz, net als afgelopen dagen 8 PSK 1000 bij 1800 hertz. De hele tekst gisteren was slechts 1,5 seconde lang, vandaag is dat 1,25 seconden. Vandaag is een nieuwsuitzending, dus geen onderwerpen over antennes of repeaters, maar 2 wat langere nieuwsartikelen. Ik blijf artikelen zeggen, 2 wat langere nieuwsberichten natuurlijk. Ik kom uit de tijdschriftenwereld. Het eerste artikel is de N-herijking, status en hoe nu verder. Zo staat er vandaag te lezen boven een artikel op de website van amateurverenigingen Veron en VSZA. De eerste alinea wordt gewijd aan het uitleggen waar die N-herijking ook alweer voor stond. Helaas verloopt het allemaal zo traag dat zo'n uitleg wellicht nodig is. Nadat er herhaaldelijk verzoeken bij agentschap Telecom zijn binnengekomen, heeft AT de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een breed gedragen N-herijkingspakket dat voor de komende 5 tot 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van de Nederlandse zendamateurs te voldoen. Om de N-herijking fundamenteel opnieuw te bezien is een werkgroep geformeerd waarin Veron, VSZA en agentschap Telecom gezamenlijk deelnemen, aldus veron.nl. Bij de herijking zijn een 4-tal vragen gesteld. Vraag 1 is: waar dient de N-registratie voor? Vraag 2 is: welke kennis en kunde heb je nodig om voor een aanmerking te komen? Vraag nummer 3 is: welke banden kunnen voor N-amateurs worden toegewezen? En vraag nummer 4, welke frequenties zijn hiervoor geschikt? Vooral als je ook let op andere gebruikers op die frequenties en eventuele storingen op de betreffende banden. Naar die vragen is er vervolgens een enquête gekomen. De beide verenigingen zijn vervolgens bezig geweest aan het opstellen van een concept, een ontwerpdocument zeg maar. Wat waarschijnlijk een belangrijke vertragende factor is, dat is de wens van veel N-amateurs om de vergunning nieuwe stijl te harmoniseren binnen de CEPT. Dat wil zeggen dat een grote wens is dat die N-vergunning ook in andere landen gebruikt kan worden en dat daarnaast ook voor N de beschikbare banden in die landen een beetje op elkaar lijken. Vooral zo'n harmonisatie waarbij veel overleg met het buitenland hoort, is een langdurig gebeuren. Het artikel gaat verder nog in op de onrust die er bij sommige N-geregistreerden heerste, omdat er gedacht werd dat de N-registratie geen volwaardige registratie zou blijven. Dat berust op een broodje aapverhaal. De N-registratie is en blijft een volwaardige registratie, zo zegt het artikel. Wie het hele verhaal wil lezen kan terecht op www.veron.nl en of op vrza.nl. Ja, op 9 september, dat is dus al heel erg snel, vindt weer de landelijke ballonvossenjacht plaats. Die zondagochtend is er overigens geen ochtenduitzending van de Daily Minutes vanwege de activiteiten voor het evenement. In de avonduitzending laat ik zoals gebruikelijk wel weer fragmenten horen van de dag. Het is dit keer al de 40ste ballonvossenjacht. Zelf ben ik heel in het begin enkele keren bij het oplaten aanwezig geweest. Voor de mensen die dit evenement niet kennen, de ballonvossenjacht is een radiovossenjacht waarbij er een weerballon wordt opgelaten met verschillende amateurapparatuur eraan. Het belangrijkste aan het evenement is de vossenjacht, het vinden van de zonde aan de ballon, zodat die volgend jaar opnieuw gebruikt kan worden. Behalve een zender om uit te peilen zit er een crossbandrepeater in de ballon en een ATV-zender. Het leuke aan de jacht is, iedereen kan meedoen. Je hoeft je niet aan te melden of in te schrijven, je hoeft ook geen dure apparatuur te hebben. Een eenvoudige peildoos of een zendontvanger waarvan de ontvangergevoeligheid geregeld kan worden, zoals bijvoorbeeld een FT817 of een 818, is al voldoende. Een richtantenne is daarbij handig, maar een simpele dipool gaat ook als je kruispeilingen maakt en die op een kaart aftekent. Het is wel raadzaam om met de auto te gaan vanwege de afstanden. Om iedereen gelijke kansen te geven, wordt de ballon de laatste jaren vanaf een geheime plek ergens in het land opgelaten. De ballonjacht is ook voor de thuisblijvers leuk. Je kunt het een en ander via PI2NOS en PI3UTR volgen. Een en ander wordt gecoördineerd door de Gooise Clubcall PI4RCG, die van de dag ook een speciale QSL-kaart stuurt als je verbinding hebt gemaakt. Zelf vind ik het leukst om vanaf het begin naar de crossbandrepeater te luisteren. Deze heeft een uitgang op 145-475. 145-475 dus. Zo'n ballon gaat behoorlijk snel omhoog en vaak is het signaal al na een paar seconden over grote afstand te horen. De ballon bereikt gewoonlijk een hoogte van 30 kilometer of nog hoger. Dat is dus nog een stuk boven de verkeersvliegtuigen. Op het moment dat de ballon zo hoog is, is het signaal over verschillende landen te horen. En je hoort dan ook Engelsen, Belgen, Duitsers die over de ballon werken. En dikwijls ook stations uit Denemarken, Frankrijk, etc. Hoe hoger de ballon komt, hoe dunner de lucht. De hoeveelheid lucht binnen in de ballon die blijft echter gelijk. En die hoeveelheid lucht zet met de steeds lagere druk aan de buitenkant van de ballon steeds verder uit. Dat gaat net zo lang door totdat de ballon uit elkaar klapt.
De elektronica van de ballon komt vervolgens met een parachute langzaam naar beneden. Het signaal blijft totdat de ballon onder een halve kilometer hoogte zit in vrijwel het gehele land hoorbaar. De vosjagers zijn dan inmiddels een eind gevorderd bij hun speurtocht naar de ballon. Waar de ballon neerkomt, dat valt niet te zeggen. Op verschillende hoogtes heersen verschillende windrichtingen. Daar kunnen wel computermodellen op worden losgelaten om voorspellingen te doen. Het is echter niet alleen de wind, maar ook de oplaadplek die een rol speelt. En in niet het hele land heersen dezelfde weersomstandigheden en dezelfde wind. Ik vind zelfs, zoals ik al zei, de crossband repeater aan de ballon een geweldig fenomeen. Waar ik ook altijd naar uitkijk is de camera die onder de ballon hangt en live beelden naar beneden zendt. Bekijken van die beelden met een eigen antenne is natuurlijk het leukst, maar je kunt ze ook via internet bekijken. De website van de ballonvossenjacht is www.ballonvossenjacht.nl. Je kunt daar de frequenties vinden die dit jaar gebruikt worden en de plek op internet waar je de beelden kunt bewonderen. Maar ook kun je daar foto's van de afgelopen jaren bekijken. Verder kun je met een korte zoektocht op YouTube ook diverse beelden vinden van de afgelopen jaren. www.ballonvossenjacht.nl dus. Let op, 9 september, dat is aanstaande zondag al, de 40ste. Mis het niet. Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1402 met een uitzending van vandaag 6 september 2018. Dit is de bulletin van donderdag. Tja, gistermiddag had ik al 2 uitzendingen gemaakt, maar voordat ik met de derde de Daily Minutes was begonnen, was ik in slaap gevallen. 7:10 werd ik wakker. Ik hoop dat mijn stem het volhoudt, want ik heb vandaag een groot deel van de dag wat gezondheidsproblemen gehad, waarbij mijn stem het flink liet afweten, maar momenteel valt het gelukkig mee. De data vandaag, helemaal het eind van de uitzending, is in 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ja, het nieuws van vandaag zijn de vrij ingrijpende maatregelen die de stichting Scope neemt ten aanzien van de repeater PI2NOS en de reactie van Agentschap Telecom op de aanleiding van die maatregel. Concreet gesproken zal PI2NOS vanaf 10 september alleen nog beschikbaar zijn in de weekenden en daarnaast tussen 5 uur en 11 uur 's ochtends en tussen 1500 en 20 uur 's middags en 's avonds. Deze stap is genomen in nauw overleg met Agentschap Telecom. PI2NOS is een technisch hoogstandje dat een grote populariteit kent. Zoals een artikel over dit onderwerp op hobbyscoop.nl het zegt, deze populariteit heeft ook zijn keerzijde. Er is sprake van overlast, ik hoef dat verder niet uit te leggen. De oorzaak ligt erbij dat er een aantal verkeersregels, die ook in de ether gelden, verkeersregels, door een groot aantal mensen niet worden nageleefd. Ik ben zelf voor een nogal losse stijl van verbindingen maken. Dat kan echter alleen als het niet om een heel drukke frequentie gaat. Op de site hobbyscoop.nl is ook een reactie van Agentschap Telecom te lezen en die ligt er niet om. AT signaleert dat er ook vele amateurwaardige momenten zijn. Daarnaast gebruikt AT bewoordingen als smaad, belediging, bedreiging en intimidatie als het gaat om sommige uitingen van repeatergebruikers. AT laakt de intruders waar het agentschap ook tegen optreedt, maar volgens de reactie laat de operating practice van de geregistreerde gebruikers vaak te wensen over. Enkele van de tips van Agentschap Telecom zijn: plaats geen opmerkingen die olie op het vuur gooien, bijvoorbeeld in een lopende, verhitte discussie of bij ongewenst gedrag. Spreek een mede-amateur bij voorkeur op een ander moment rustig en opbouwend aan op ongewenst gedrag. Reageer op geen enkele manier op intruders. Gun ze geen enkele aandacht en maak zeker geen ondersteunende opmerkingen. Gebruik uw roepletters consequent, spreek uw tegenstation gericht aan en houd de gesprekken netjes. AT geeft verder aan dat zij zich ook geregeld intensief inzet om intruders op heterdaad te betrappen. Het artikel op de site merkt verder nog op dat het bij de maatregel niet gaat om intruders, maar dat het hierbij vooral om enkele geregistreerde amateurs gaat. De hele tekst hierover kun je lezen op de site van de stichting Scope, www.hobbyscope.nl. Let ook op de linkjes onderaan, daar kun je meer lezen over de etiketten die er op repeaters geldt, over operating practice en over repeatergebruik in het algemeen. Ja, dan gaan we verder met het andere nieuws. Veel sites en podcasts op internet maken melding van een petitie voor het behoud van tijdzenders WWV en WWVN, die beide al vele jaren bestaan. Ik dacht dat WWV al meer dan 110 jaar bestaat. In de laatste begroting van de VS werden de benodigde fondsen voor deze zenders, die ook bij zendamateurs veel gebruikt worden, geschrapt, waardoor ze dreigen te verdwijnen. Onder andere op de site van Veron, www.veron.nl, kun je de petitie ondertekenen voor het behoud van de zenders. In de VS is de nodige commotie ontstaan nadat bleek dat op de grond een DMR-hotspot in de lucht stond op een frequentie van 435-350. Dat is de frequentie van AMSAT Oscar 92, ook bekend als Fox 1D. Dit soort toepassingen mogen niet werken tussen 145,8 en 146,0 MHz en ook niet tussen 435 en 438 MHz.
In de VS is dit streng gereguleerd en kun je voor dat soort storingen een flinke douw krijgen. In Nederland is het niet expliciet beschreven, maar wel in het algemeen. Overlast veroorzaken bij andere etengebruikers is een van de meest ernstige overtredingen die je als etengebruiker kunt maken. Komend weekend is hier op zondag de ballonvossenjacht. Op zaterdag 8 september wordt in Argentinië ook een stratosfeerballon opgelaten. Dat gebeurt om 11 uur 's ochtends lokale tijd. Helaas staat er geen UTC-tijd bij. De zender van de ballon die zendt behalve op 144 MHz met APRS ook uit op 20 meter. Hij zendt volgens een vast schema in CW op de QRP-frequentie 14060, in Whisper op 14095,6 USB en in Domino EX11 op 14070, ook in USB. Kort artikel hierover is te lezen op www.southgatearc.org. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1403 met een uitzending voor vandaag 7 september 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. De data vandaag is net als gisteren 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Vandaag weer een deel uit de serie over antennes en de serie over repeater techniek. Afgelopen maandag hadden we daar de laatste delen van. Mocht deze uitzending om een of andere reden de komende tijd een keer niet doorgaan, dan kun je hem in veel gevallen wel beluisteren via youtube.com/p0ete. www.youtube.com/p0ete. In deel 8 van de serie over antennes hebben we het nog steeds over de tuner, de antennetuner. En de bijvoorbeeld filterende werking die van een tuner uit kan gaan. Een tuner werkt ook voor ontvangst natuurlijk, net als bij zenden, alleen in omgekeerde richting. Ook bij ontvangst is het voor een goede werking van belang dat de antenne en de ontvanger goed op elkaar zijn aangepast, zei je dat het hier met name op de korte golf wat minder belangrijk is dan bij zenden. Wanneer je de tuner voor zenden goed zet, zal deze voor ontvangst doorgaans ook goed staan, tenzij je natuurlijk split frequency werkt met een vrij grote split. Ook bij ontvangst profiteer je verder van de filterwerking van de tuner, met name de spiegelonderdrukking van je ontvanger wordt daardoor dus beter dan zonder de tuner. Wanneer echter het ruisgetal een rol gaat spelen, zoals op VHF en hoger, kan het voor een optimale gevoeligheid nodig zijn om de ingangstrap van je ontvanger een kleine misaanpassing ten opzichte van de antenne te geven. Om die reden zou je met een antennetuner in die gevallen de gevoeligheid van je ontvanger enigszins negatief kunnen beïnvloeden. Op de korte golf speelt dat echter niet. Zoals we eerder ook al aan de orde brachten, is bij een redelijke tot goede antenne op de korte golf de gevoeligheid van een ontvanger van een redelijk ondergeschikt belang. Tuners zie je op VHF en hoger niet zo vaak. Op 6 meter worden ze nog wel gebruikt. Soms werkt een draadantenne met een antennetuner op 6 meter bijna net zo goed als een speciale antenne voor die band. En op de hogere banden is het gebruik van tuners sowieso al minder zinvol dan op HF. Doorgaans is het daar gemakkelijker om full-size antennes te maken die van zichzelf dus al een voorspelbare impedantie en reactantie hebben. Bovendien is de Q-factor van zo'n antenne lager dan op HF, waardoor de bandbreedte relatief groter is, zodat het ook niet om die reden zinvol is om een VHF of UHF antenne met een tuner aan te passen. Er bestaan verder nog verschillende soorten van antennetuners, in die zin dat er bijvoorbeeld speciale long-wire tuners zijn. Vaak zijn dit eenvoudige tuners met een tweeknops afstemming die ofwel naar beneden transformeren of naar boven in impedantie. Als zo'n tuner alleen impedanties afstemt lager dan 50 ohm, dan kun je door in- en uitgang om te wisselen ervoor zorgen dat hij juist hogere impedanties afstemt. Verder bestaan er nog speciale tuners voor gebalanceerde antennes. Als je dat antennetype gebruikt, is er zeker wat voor te zeggen voor zo'n tuner in plaats van een balloon achter je tuner te gebruiken. Wanneer de impedantie op een balloon te veel aanpast, kun je de ringkern met een te grote stroom bijvoorbeeld in de verzadiging sturen. Dat geeft een vervorming op je signaal die harmonisch kan veroorzaken en in extreme gevallen vervorming op de modulatie bij SSB. Bij een te grote spanning op de balloon kun je spanningsoverslag krijgen tussen de wikkelingen waardoor de balloon defect raakt. Deel 6 uit de serie over repeatertechniek. Ik ga in de serie nog wat verder in op de controllers voor repeaters. Qua implementatie zijn dat uiterst eenvoudige apparaten. Er zitten behalve een aansluiting voor een voeding, een audio-ingang op voor de ontvanger en een audio-uitgang voor de zender. Daarnaast zit er een uitgang op die je op de PTT van de zender aan kunt sluiten en een ingang waar een signaal dat aangeeft of de squelch open of dicht is op moet worden aangesloten. Anders weet de controller niet dat iemand aan het woord is. Er zijn wat verschillen in dit opzicht tussen analoge repeaters en repeaters voor digitale spraak, maar verrassend genoeg zijn deze verschillen in de meeste gevallen dus niet supergroot. Niet supergroot dus. Later in deze serie ga ik ook nog wat verder in op repeaters voor digitale spraak. Het audio loopt in de meeste gevallen via de controller, omdat de controller tijdens doorgangen minimaal het geluid van de callgever aan het doorgegeven audio moet toevoegen. De controller maakt ook het geluid van de rotsjepiep. Andere zaken die de controller doet zijn bijvoorbeeld CTCSS.
Je kunt in veel gevallen ook de CTCSS uit de gebruikte zendontvanger of de losse zender of ontvanger gebruiken. Nadeel is alleen dat je die vaak dan niet op afstand kunt in- of uitschakelen en dat kan bij een controle wel. Als je CTCSS door de controle laat verzorgen, dan kun je niet meer de microfoon- of luidsprekeraansluiting van de zender of de ontvanger gebruiken, omdat die gewoonlijk alle frequenties waar CTCSS zit uit het audio filteren. Je moet dus elders inkoppelen. Bij veel controllers kun je daarnaast inschakelen of er pre-emfase aan de zender moet worden toegevoegd en de-emfase aan de ontvangstzijde. Ook dit zijn functies die via de microfoon- en speakeraansluiting van de zendontvanger standaard ingeschakeld zijn. Pre-emfase zorgt er in de zender voor dat lagere frequenties, die bij FM een hogere energiedichtheid hebben, minder sterk gemoduleerd worden, zodat alle zendvermogen zoveel mogelijk gelijkmatig over het gebruikte kanaal wordt verdeeld. De DM-fase zit in de ontvanger. Deze functie zorgt ervoor dat het audiokarakteristiek uit de luidspreker weer zeg maar normaal klinkt. Het is vergelijkbaar met de RIAA-correctie bij platenspelers. Bij sommige controllers is ook de ruisskwels ingebouwd of een ruisskwels. Dan kun je dus kiezen of je die uit de ontvanger gebruikt of uit de controller. Dat is ook bij softwarecontrollers vaak het geval. Professionele apparaten die standaard alleen met CTCSS werken, die hebben verder geen ingebouwde skwels. Dus het is wel handig als de controller die heeft. Moderne controllers kunnen ook spraakfuncties hebben, dat wil zeggen dat ze dus dingen kunnen uitspreken die bijvoorbeeld in een flashgeheugen opgeslagen wordt. Dit soort functionaliteit is niet alleen beperkt tot repeaters die met behulp van de computer werken. Via DTMF kunnen overigens ook functies voor gebruikers worden ingeschakeld. De bediening van Echolink gebeurt ook via DTMF. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om via DTMF een repeater aan een andere repeater te linken of informatie op te vragen. Bij drukke repeaters en repeaters met een groot bereik zijn dit soort dingen overigens vaak niet ingeschakeld. Sommige controllers kunnen, bijvoorbeeld in morse of door bepaalde pieptonen, een indicatie geven van de sterkte van het ontvangsignaal, een soort audio S-meter dus. Slimmere controllers, en met name die door computers worden verzorgd, hebben vaak slimmigheidjes voor wat betrekking tot hoe de callgever uitgezonden wordt, en dit kun je vaak in hoge mate zelf configureren. Hoe de gesproken roepnaam bij mijn eigen repeater PI3XTV wordt uitgezonden is daar een goed voorbeeld van. PI3XTV heeft geen bakenfunctie in de zin dat als de repeater niet in gebruik is met intervallen van bijvoorbeeld 5 of 10 minuten de gesproken roepnaam wordt uitgezonden. Wel meldt de repeater ieder uur, op het hele uur, de tijd plus uiteraard de roepletters. Er zijn nog andere functies in de repeater die op dat moment ook informatie kunnen geven. De repeater komt verder zonder dat hij gebruikt wordt niet in de lucht, behalve dus zoals ik zei 1 keer per uur. Als de repeater in gebruik is, dan meldt hij iedere 4 minuten de roepletters. 5 minuten is wat er verplicht is, maar ik doe dit net iets vaker. Nadat PI3XTV in gebruik is geweest, blijft er nog 10 minuten lang opnieuw in de lucht komen om de 4 minuten de roepletters uit te zenden. Daarna is het weer eenmaal per uur. Dit geeft aan hoe een dergelijk patroon voor roepletters uitzenden in elkaar kan zitten. Ook bij PI2NOS vindt het uitzenden van de roepnaam niet op enkelvoudige manier plaats. Bij PI2NOS wordt allereerst de roepnaam niet alleen in spraak uitgezonden, maar ook in morse. Hoe de roepnaam op een bepaald moment wordt uitgezonden en wanneer, dat hangt van de gebruikssituatie van de repeater af. De meeste mensen die zullen zich helemaal niet realiseren dat dit op deze manier gebeurt. En dat is ook heel goed. Een controller van een repeater moet vooral faciliteren en niet dingen opleggen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2132 with a release date of Friday, September 7th, 2018. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. An AMSAT satellite is plagued by QRM. Hams in Kenya find their clubhouse burglarized, and an amateur in Northern Ireland gets a surprise message. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2132 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Valparaiso, Indiana, here's Paul Brown, WD9GCO. We open this week's report with some QRM, which is exactly what's been plaguing a new AMSAT satellite.
as we hear from Neil Rapp, WB9VPG. AMSAT is looking for some help in tracking down some interference to the uplink frequency of its newest satellite. Drew Glassbrenner, KO4MA, Vice President of Operations at AMSAT, tells us what's happening. We've been having issues on AO92 recently with QRM on the uplink frequency, and you can tell that it's DMR, but because it's being filtered through the computer on the satellite and the audio process, we can't decode it right now. We have a pretty good idea of where it is, most likely in the Midwest or maybe in the Colorado mountain area. We're not hearing it on real low West Coast passes, and we're not hearing it on passes that are east of, say, the Appalachian. So it's mid-America somewhere, and it's fairly strong when it's there. If you're operating anything, a hotspot, repeater, or just running simplex in the satellite subbands, which are 145.8 to 146.0 and 435 megahertz to 438 megahertz, AMSAT is putting out a plea for those stations to move out of those frequencies. If anybody does hear it locally and not through the satellite, please let us know. So any help we can get from satellite users or people that just happen to be listening and hear and know where it is would be very welcome. This particular case of QRM is believed to be near 435.36 megahertz. If you have a report to make, please email it to ko4ma@amsat.org. One of the things that we've investigated and ran by some people that are very familiar with regulations, we had some initial pushback from people that said, well, you know, who are you to tell us that we can't operate there? We're no one to tell you that you can't operate there. However, hotspots would fall under what's considered an auxiliary station in the Part 97 rules. And auxiliary stations are specifically exempted from the satellite subbands. They cannot operate there according to FCC regulation. So it's not just us trying to clear off frequencies for the satellites. It's FCC regulation that protects those. So we would like everybody to cooperate and clear those frequencies up and move their auxiliary stations where they belong. But the request does have some legal authority behind it. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. In a recent newscast, Newsline reported an investigation into the death of California amateur Henry Strange, WA6RXZ, whose body was found in a shallow grave in Joshua Tree National Park in June. Although police did arrest two suspects, a Marine First Lieutenant and his wife, on August 29th, the Riverside County District Attorney declined to file charges against them and they were released 2 days later. A report in the Desert Star newspaper identified them as Curtis Kruger, 30, and Ashley Stapp, 27. In Nairobi, Kenya, hams were shocked to discover their club shack burglarized for the second time, as Ed Durant, DD5LP, reports. Members of the Radio Society of Kenya have reported that burglars struck their shack in Nairobi again this summer, and while most of the equipment and supplies taken were of little value, two valuable items used as amateur radio awards have gone missing. Ted, 5Z4NU, the Society's secretary, told Amateur Radio Newsline in an email that the building, a former pumping station, was broken into after window bars were cut through and then a large hole was created in the wall by pulling the main fuse board through it. Ted said the shack's interior was extensively damaged and a report was made to the police by Hemant, 5Z4HP, who made the discovery. Ted said that much of the radio equipment stolen was old, unusable, and without any sale value, and the clubhouse is mainly used for monthly meetings. He said the club station, 5Z4RS, has not been operational for some time, and the local membership is limited to only 5 or 6 licensees in Nairobi. The burglars did take a World War II-era military Morse code key that the club gave annually as a CW Operator's Award, as well as a glass vase used as an award for hams making contact with stations in Scandinavia. The club also lost an antenna rotator control unit, an old multimeter, and other outdated equipment. He said the damage to the clubhouse interior was extensive, and because the fuse board had been pulled from the wall, the clubhouse alarm never went off. The few remaining pieces of furniture consists of some chairs, he said. Ted said he was not optimistic anything would be found or an arrest made,
adding that the location had been a target on and off for the past several years. For Amateur Radio Newsline, I'm Ed Durant, DD5LP. In Malaysia, hams are remembering a generous friend who has become a silent key. Here's Jason Daniels, VK2LAW. Hams throughout Malaysia are grieving the loss of Feroz Khan, 9 Whiskey 2 Juliet Oscar Hotel. The ham radio community learned on August 30th that he had become a silent key. Feroz was particularly known for his generous spirit among young radio scouts and their activities, and for an enthusiasm that would not be dampened even when he undertook projects with his fellow hams that seemed especially difficult. PJU 9 Mike 2 Papa Juliet Uniform shared with Newsline some social media postings made by Feroz's close friend Jaya, 9 Whiskey 2 Bravo Uniform Golf. Jaya's posts noted that Feroz always showed tremendous generosity in loaning out his radio equipment to those who needed it, particularly for scouting events. He played key roles in a number of firsts for radio scouting, including the first international jamboree on the air in 2008 that included scouts from Singapore and Indonesia. Jaya also recalled one project that same year involving a helium balloon with a G5RV antenna which contacted the NASA's Houston Operations Center. Jaya wrote he will always remember his friend as a positive thinker who got things done. No doubt he speaks for many. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW. In Japan, we report another silent key, a YL who was also a successful artist. Here's Jim Meechan, ZL2BHF. Though many fans of Japanese manga comics came to know Momoko Sakura as a preeminent artist and illustrator, amateur radio operators knew her by her call sign, JI2EIT. The well-known creator of a popular anime series on Fuji TV became a silent key on the 15th of August. Momoko got her radio license while still in school and later illustrated covers of Japan's CQ Ham Radio magazine. Her animated TV series, which was about a curious little girl named Maruko, even featured amateur radio in one of its episodes, with Maruko asking to obtain her license. The hit show, which made its debut in 1990, is still in production, and local news reports indicate it will continue. Momoko Sakura died of cancer. She was 53. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meechan, ZL2BHF. If your specialty is digital communications, you'll want to hear this report from Dave Parks, WB8ODF. If you're a digital radio enthusiast and haven't registered yet for the 37th annual ARRL-TAPR Digital Communications Conference, taking place September 14th through 16th in Albuquerque, New Mexico, there's still time. The agenda features 2 days of technical forms on that Friday and Saturday, with introductory forms on Saturday, followed by what organizers are calling a Sunday morning seminar, Deep Dive. The two banquet speakers will be Philip J. Eckerson, W1PJE, Assistant Director and Head of the Atmospheric and Geospace Sciences Group at MIT's Haystack Observatory, and Nathaniel Frizzell, W2NAF, Assistant Research Professor at the Center for Solar Terrestrial Research at the New Jersey Institute of Technology. TAPR is amateur radio's leading digital technology organization. For details or to register, visit tapr.org/DCC. For Amateur Radio Newsline, I'm Dave Parks, WB8ODF. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KV3B repeater in Rockville, Maryland, on Sunday nights at 8 o'clock. A recent radio contact with Northern Ireland got a most unexpected response, as Jeremy Boot, G4NJH, tells us. Sometimes a QSL or SWL card just isn't enough. Jordan Hayburn, MI6JVC, found that out this summer when he picked up a broadcast from the North Korea's state-run Voice of Korea, and he did what any radio enthusiast might do, he sent in a reception report. What he got back in the mail to his Northern Ireland home, however, was so much more than he was expecting.
A subsequent account in the Daily Mail newspaper noted that the station responded with a generous package, an assortment of newspapers and magazines, an English language programme for the radio broadcast, and a personal note on everyone's favourite topic, the weather. He said the parcel's arrival caused quite a stir at the post office when he picked it up. Everyone had noted the Pyongyang return address. The newspapers they sent even included a story covering the meeting in Singapore last June between US President Donald Trump and Korea's Kim Jong-un. The note concludes with a weather report from Korea and the heartfelt message, quote, "Send our best regards to all your family," unquote. The station hoped to hear from him again. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. There's some popular postage, meanwhile, in South Korea, as we hear from Graham Kemp, VK4BB. Hams competing in the Amateur Radio Direction Finding World Championships in Korea may have something to write home about. And now they have a special postage stamp they can use to send their message home from Korea. A report by the Korea Stamp Society shows the commemorative postage stamp being issued by Korea Post to mark the 19th global event, concluding September 8. At least 30 nations were represented in the challenge, which takes place every 2 years. The stamps have been printed as a sheet of 16, with each stamp carrying a value of 330 South Korean won, or about 30 cents in US currency. It shows two competitors engaged in the contest's activities, which include the search for hidden transmitters or fox hunting. This year's event was hosted by the Korean Amateur Radio League. For Amateur Radio Newsline, I'm philatelist Graham Kemp, VK4BB. How do you mark 200 years of a noted sporting event? John Williams, VK4JJW, tells us. When the St. John's Regatta in Newfoundland, Canada, ran its 200th event, making it North America's longest-running sporting event, Special Events Station CY1R completed over 30 days, 3,395 QSOs with 126 countries in 610 grid squares, including all 50 US states. Now that's a big accomplishment for an on-air event put on by the North Atlantic Radio Project, supported by Chris VO1IDX and Sam VO1IDX. CBL, who also holds the K3KLC call. Chris told Amateur Radio Newsline that the numbers also included 510 counties in the US and every continent on the globe over the course of the month. The Hams were also able to take part in the RITI contest mid-month, which gave Chris his first contact with Japan on RITI. He told Newsline that not all the excitement happened in front of one of the Flex and Elecraft rigs, however. During the big social gathering on one of the special event days, hams worked together, fighting extreme wind, to lift a vertical antenna with a helium balloon. This marked the first time, Chris said, something like this had ever been done in Newfoundland. The station went QRT, and as Newsline went to production, the QSO count was still being confirmed as more operators continued to upload to Logbook of the World. He was confident that the count, like the helium balloon launched during the big event, would most certainly rise. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. Ham Radio is also helping mark railroad history, as we hear from Jeremy Boot, G4NJH. The locomotive's website calls it a national treasure, and few would argue with that even if they're not train enthusiasts or fans of the Flying Scotsman. Built in Doncaster for the London and North Eastern Railway, the Flying Scotsman went into service in 1923 and became one of the most powerful express trains in service at that time. So many years later, it's getting its own amateur radio special event station, GB0FS. The operators on the 15th of September will be in a carriage pulled by this famous train. Its name was made in 1928 by providing the first non-stop service between London and Edinburgh, a long trip that was reduced to 8 hours travel time. The radio station is a collaborative effort between the Bury Radio Society and the Rochdale and District Amateur Radio Society. The journey will take the hams from Bury in Lancashire to Holyhead in Anglesey, North Wales, and back. Organisers Dave M0LMN and Mo M0TXK note on the GB0FS page that this is the first special event station to take place mobile on the main UK railway network.
They will be operating simplex on 2 metres and 70 sems and can also be heard on DMR and fusion repeaters. So all aboard. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. We end this week on a personal note from one of our own here at Newsline. This is a story about the love of an old radio and something more. This story belongs to Neil Rapp, WB9VPG. Here at Newsline, at the end of each report, we usually end with a funny or heartwarming story from someone. This week is no exception, but this time the story is one of my own. Last week I was picking up an amplifier that had been upgraded for K9 SOU, the high school station located where I teach. Joe Fitter, K7JOE, my cohort at the Amateur Radio Club at Indiana University, made the updates for us. But in addition to picking up the amplifier, he brought me a rather large receiver. It was a Hallicrafters S40B that he had told me about. He'd been trading some equipment, as he often does. Then he said, "I think this belonged to your dad." My dad became a silent key a little over a year ago, so Joe tells me to open up the lid, and inside was a small card from when the receiver had been repaired. It had my mom and dad's names on it, their call signs, Vincennes, Indiana, my hometown, and at the bottom, the name of a very close friend in my childhood, Paul Kent, W9CQ, who mentored me in Ready. I barely remember this receiver, as I was only 5 years old at the time, and Dad had bought a newer receiver with general coverage not long before I earned my novice license. I'm still trying to connect the dots for the entire story, but I seem to remember that he sold it and the Heathkit transmitter we started out with in order to get some money for an amplifier. Joe had bought it from Paul Kent's nephew and figured out some of its history from the card. He was gracious enough to give it to me last week, and now this receiver is back home, 42 years later. Some have called it the boomerang radio. Others have said it's a message Dad is trying to send, like on the movie Frequency. As for me, I'm just truly grateful. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG, in Bloomington, Indiana. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, the ARRL, the Barry State Society, CQ Magazine, Daily Mail, Hamlife JP, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, the Japan Times, the Korea Stamp Society, the Ohio Penn DX Bulletin, QRZ, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, the Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Paul Brown, WD9GCO in Valparaiso, Indiana, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018. All rights reserved. Right now, you will hear The Doctor Is In with Steve Ford, WB8IMY, and Joel Hellas, W1ZR. The Doctor Is In is an ARRL production and is also copyright 2018 by the ARRL. That's my wind imitation. I see. Okay. Sorry about that. Because we're going to talk about wind, okay. Joel, and specifically antennas and wind. Well, that's a relief. Well, you know, earlier this summer, we had a big storm blow through here in Connecticut. Indeed. And it snapped my dipole. I was very surprised because I'm using some pretty tough wire, and it snapped one leg of my dipole and had to go out and resolder it and everything. So let's talk about antennas and wind. Okay. They do have an issue with that. One of our greatest challenges as hams is keeping our antennas where we want them or where we left them. And another one is knowing if it didn't have, you know, you can break an antenna. You can keep using it for months if you don't notice it. And yeah, you would say, never know, yes. These guys, my signal reports don't seem to be quite as high as they used to be. I wonder if the propagation is getting even worse. And there's an old amateur radio saying that if your antenna is still up, you didn't make it big enough.
That's sort of the other side of it. So you can't win with that one, I guess. This is particularly true of wire antennas, casually supported by halyards and trees, which is what I tend to do, even though I know it's not the best way to do it. I do it that way. Yeah. Well, a third of them get stuck in the tree, in my experience. And I have, when I've lived in this house for 35 years now, I guess, and they're few trees that don't have extraneous pieces of rope hanging from various connections. And some of them, though, still work to this day from the original 35 years ago kind of thing. I can still move the halyards through, but they tend to grow around. Yes, they do. In my case, the dipole that snapped recently in the wind, part of what caused it to snap, in fact, a substantial part of it, was the fact that the tree it was anchored to was just whipping back and forth and back and forth, and it finally just proved to be too much. Well, that's a very common problem for people who install antennas the way we do, because if in the ideal case, if there were no distance between the trees and the wind hit both of them at the same time, they'd both move in the same direction at the same time, and there would be no additional strain on the wire. The problem is, this is my theory at least, as the wind comes, it first strikes one tree, and then, I don't know what the speed of the wind is, I guess, depending on how fast the wind is blowing, it takes some time to get to the next tree. By the time it gets to the next tree, pressure is off on the first tree, and the first tree is swinging back the other way, and that's a big factor in doing it. So the better way to do it, that we all know, and it's just more trouble, is to have some kind of a pulley arrangement, and then instead of tying off the halyard, have a weight at the bottom so that the halyard can actually move with the tree. So the tree moves under the halyard, sort of, rather than having the tree pull on the halyard. Oh, so it pulls the weight up and down, exactly, is what you're saying. Exactly right. Okay. You have to do this carefully. You have to have a kind of weight so that the weight doesn't fall off and then the whole thing goes flying. you can have problems with that, too. And the other thing is you have to make sure that your antennas are strong enough. Now, one thing, you mentioned soldering your antenna wire. Now, I've found if I have a soldered connection in the antenna's mechanical path, that is the first place it'll break because it's not flexible. Yes, I've run into that before. You're absolutely right. So this can happen even in an antenna that hasn't broken yet. It can happen at the feed point. Mm-hmm. So for that reason, I use a structure at the center insulator in which the wire is wrapped around the insulator and clamped, and then the connection occurs outside of the mechanical path, if that makes any sense. I actually wrote an article about that. There's a picture of it if somebody can find it. So the solder connection is not within the mechanical strength path of the antenna wire. That makes a big difference. Also, I use strong wire. I tend to use stranded copper weld wire. There's a particular one I like that's insulated as well. Fairly heavy. I use number 13 typically. This can hold up a medium-sized tree. I mean, it's pretty tough stuff. Now, that doesn't keep other things from breaking in the system. But, you know, the halyards can break and other things. And the other thing that's important to do is make sure you have a safety line on the antenna side of the halyard, so if the antenna does break, you don't have to reshoot the halyard. You can reuse the halyard almost without any effort. I never thought of that. Seriously, yeah. I never thought that. Never occurred to me. Well, and the other thing, you know, it doesn't have to be anywhere near as thick as the halyard because there's not any strain on it. You just have to use that. Just has to be strong enough to be able to pull the halyard through, assuming the halyard hasn't grown into the tree. Right. So it's got that problem. But now, when you're saying halyard, Is that a Northeast expression for rope? Is that what you... I'm sorry. It's a sailing expression, or it started as a sailing expression, I guess I should say. And it's short British for haul yard. Oh, as in to haul up or haul something. A yard. And the old square riggers, the yard was the cross piece across the mast that held the top of the sail. And you hauled that up the mast with a haul yard or halyard. And most people that use ropes to pull antennas up into trees call them antenna halyards. That's at least I do. I guess I thought that wasn't fairly common. No, I think you're strange. Well, I know I'm strange, but that doesn't mean the word is strange. Anyway, that's what I mean by halyard, is a rope. A rope that pulls up an antenna or sail or whatever. Well, now, thinking of wind, though, does that impact the selection of the rope or halyard, as you prefer, that you're going to use in that application? I think it does, and in a couple of ways. And not only the halyard, but the place that it's secured. Uh-huh. Because if you think about it, the big thing that kills halyards, in my experience, is abrasion. If the tree is moving back and forth under the halyard, you'll wear away the material of the halyard, and it'll snap at the point where it goes over the tree. Now, what causes that to happen? Let's say you have the halyard going over the tree, and you have it secured on the ground to some other tree. Well, then when this tree that it's over moves,
it moves and the halyard doesn't move. So that's what gives you the abrasion. So I always make it a point to bring the halyard down the same tree and tie it to the tree that it's going over so that if it moves, the halyard moves with the tree. And I think that's much better. The other thing is the material. Nylon ropes are very good in that they stretch, which is gives you a little bit of a safety margin in that way, but they're very poor in terms of abrasion resistance, and they tend to not last as long in that kind of an application. So I tend to use what's in the marine industry is called yacht braid. In fact, I get Sirius yacht braid from my marine dealer, which has an outer jacket of, almost like coax cable, has an outer jacket of UV-resistant material that is very strong and very abrasion resistant, and an inner conductor, if you will, of most of the diameter that is very strong and not designed to stretch. The nature of halyards is that they wear at a specific spot, which is where they go over the branch of the tree. Of course. So if you lower the halyard down and move it a foot, you move it to a different spot. Well, that's a good idea. The real serious way to do it is to turn it upside down and put the abraded end down at the bottom now instead of up at the top, and you can keep your eye on it. But you can only do that twice, whereas if you move it a foot or two, you can do that, keep doing that until you run out of halyard. Now, I'm using something very similar to what you described. I call it Dacron line, but you're right. It's there is an outside layer, an inside layer, and it's instructive to note that during that storm when we had hurricane winds, it was the wire in the dipole that snapped, not the Dacron line. Yep. So it's quite strong. I want to hear from you about guying, because I saw an incredible video of a vertical antenna, a monopole, as you call them. Yep. It was 43 feet tall, and it was in a 70-mile-per-hour wind and whipping unlike anything I've ever seen before. I can't imagine how it survived, but clearly some guy wires would have helped that. Guy wires are a good thing if you do it right. I mean, a large fraction of towers in particular are held up by guy wires, although some are self-supporting, some are supported by buildings and other things, but I think the majority are held up by guy wires. They can take all the force that would want to push the tower over, which is kind of handy. They're also particularly good if you're climbing the tower, because even if you have a self-supporting tower that can hold itself up, if you have a couple hundred pounds of person hanging on one side, you'll have additional stress that perhaps the tower manufacturer hadn't planned on. No. So you got to be very careful, particularly when you're installing them, and good to use temporary guys until you get the real ones up there. But guys have to be strong enough to hold the tower up. Or oftentimes the guy wires are what fails and the tower collapses. And the reason for that often is that critical piece of the guy wire is the part in the ground that's holding the end of it. That's where all the force goes. And unfortunately, it's very difficult to inspect that. So, you know, you could have the best guy wire installation in the world, and eventually, if it's encased in concrete or whatever, the concrete starts to disintegrate, or the metal in the guy wire itself or the anchor starts to deteriorate and corrode, and eventually that nice guy wire looks like it's doing fine. It disappears into the concrete, but you really don't know what's happening in there. And if it lets go, the other two on the other side will pull the tower right over. So it can be a problem. And, you know, towers have a lot of force on them, and the antennas as well. I'm thinking back to that video of the vertical antenna, and I'm thinking of folks out there that might be installing a vertical or maybe even homebrewing a vertical. Let's say out of 43 feet of PVC, something of that nature, or aluminum tubing. How would they go about attaching guy wires to something like that, and how many guy wires would they need? Just 3 points or what? 3 points is usually enough if they're all working. Putting up a structure like that is a little bit tricky. There are two choices. One is to put it together on the ground and then hoist it up. And you get some very funny forces involved in that. And oftentimes you find, especially if you just push it up from the bottom, for one thing, it gets very heavy very quickly as it starts to go up. It certainly does. And the other thing is, as it goes up, the forces and the weight of the structure tend to cause it to try to snap or bend. I've done that. So that's one way to do it. And the way to fix or to deal with that is to use your guy wires as part of the lifting process, particularly if you can get above it. If you have a roof, you can throw the guy wire over initially just to get the angles nicer so you're pulling up on it instead of
pulling up against the base, particularly, if that makes any sense. Yeah. I've seen some very clever fixtures in which you start with a single 4 or 6 foot section, whatever. You push it up, and the structure holds that in place while you slide another one underneath it. You're dealing with a vertical the whole time, and it just kind of magically rises yes. up. That can work very well if you have the whole kit and don't have other side stresses on it when you're doing it. You know, you don't want to put the antenna loads on it till it's all installed and properly guided. Forces on even wire antennas, as you note, can be quite significant. I had a strange experience which has kind of left an imprint in my mind. One of my first antennas in the 70s, and when I lived in Massachusetts, I had a house that had a three-story back on it, and I had a 600-foot run going out the back of property. It's 2 acres in a fairly narrow lot, so obviously I had an end-fed wire running from the house out the back. And what I attached it to was I picked a trim piece on the top of a window in the back of the house and attached a fitting there, like I guess it was designed to hold a clothesline up or something. Mm-hmm. I just screwed that into the back of the house, and it worked fine for years until all of a sudden I heard a shriek in the middle of the night. And my then 3-year-old daughter, who survived and is now 50-something or about 50, woke me up. I went in there, and I'd actually managed to pull the window out of her bedroom with this antenna. So that taught me a lesson, and which has to do with how I have my current antenna held up. So the end of my house is not holding up the antenna. And a valuable lesson about wind loading. Yes, indeed. Yes. Absolutely yes. Right. So what I did, I realized that what had happened is that the window had been put in with nails going in the same direction as the antenna, and that they just had to be pulled out. There was no shear force against the side of a nail, which is much stronger. But as soon as I pulled the window back in and put some nails in where they should have been in the first place, and worked fine ever since. And that my daughter, as I say, has survived this long without any additional problem. Well, you know, that does bear on the topic. I'm not trying to make a bad pun here, but of wind loading, especially as it applies to, well, say Yagi antennas on towers or rotators or clamped to one's chimney, something like that. Yeah, and that's a big thing to take into account, and you really should know how much force you're applying to things, and then see if you think it makes sense to have the whatever it's holding it up deal with that force. My degrees are in electrical, not mechanical or civil engineering, which are really what you want for this topic. But if you look up about this sort of thing, you'll find that the wind force on an object is equal to the wind pressure, usually in pounds per square foot, times the effective surface area of the driven object in the direction of the wind. Now, the pressure is actually modified by air density and other factors, but it's generally about 0.0026 times the velocity squared, where the velocity is in miles per hour. I hate doing these things without a blackboard. But yeah. But just to give you a reference point, so if you have an 80-mile-an-hour wind, which is fairly standard, that's about 16.6 pounds per square foot. Well, that's significant. Yeah. So if you have a 10-square-foot effective antenna, like some big Yagis are, that's 166 pounds of force against it. Now, but the thing you have to remember is you not only have force against the antenna, but you have the same wind is pushing against the area of the rotator, the area of the tower, the mast, anything else that's there. So pretty soon you're getting up to a fairly significant amount of force. Definitely. And whatever you have holding up the antenna has got to be able to withstand that. So that was obviously what I was up against with this window problem. And the other thing to remember is everybody talks about it at 80 miles an hour. Well, that's pretty high winds, but we've mostly, at least even here in Connecticut, which is not known for such things, we've had 100-mile-an-hour winds in my neighborhood. I've had some 100-foot trees go right over in our yard. It's kind of dramatic. In fact, I've got one now. If anybody wants one, they can come and take it out of my backwoods. But the wind pressure goes up with the square of the wind velocity. So if you know what the wind load is at 80 miles an hour, it is more than doubled at 115 miles an hour. So 80 miles an hour is an interesting number in the specs, but you have to consider what you're really going to deal with and figure out how much additional wind you may have to withstand and what the pressure is. Yes, that's something to consider. Now wire antennas are driven by the wind, but they have a very small area, and I think the small effective surface area keeps them from having a lot of force,
But as we noted earlier, the force is usually due to the trees that they're attached to moving or whatever else they're attached to moving. So you have kind of a different thing. So you have to look at the area of the tree, not the area of the wire, to see what's going to happen to get an idea. Some antennas are very straightforward. A solid metal UHF parabolic dish reflector has the effective area pretty much equal to about the area of the circle, that it, or if it's a circular shape. Yeah. And, of course, it increases a little bit because it has additional drag going into the structure. So it's not always exactly what you'd think it was. Now, the thing to remember is the effective surface area is not generally the same as the actual area, but it's modified to consider the shape of the object by introducing a factor that takes into account both the projected frontal area and the drag as the wind continues past it. Wind force acts on structures in at least two ways. One is the direct force, which tries to move the object away from its location. We've been talking mostly about that. And this includes pulling the tree, pulling against the wire. And I had occasion to sit across from a ham at a dinner during the Maine State Convention in Lewiston a few years ago. He was relating how his 50-foot tower with HF Yagi had been attached to the side of his house by lag bolts and ended up on the ground one morning. And I said to myself, I think he had the same problem that I did with my nails, in that the lag bolts, the wind was pushing against it along the axis of the lag bolts, so it just had that little bit of wood in between among the threads, and it would have been so much better if he had a way to attach it so that the lag bolts went perpendicular to the force against the tower. Or what I did in my current installation, I have, it looks like the mast that I have is attached to the side of my house, but I have this vision of the side of my house coming off in a heavy wind. And so what I did is I actually have, rather than lag bolts, I have threaded rod going all the way into the attic. Inside the attic, I have a structure that they're bolted to, but more importantly, I have some tangs there that are used to attach guy wires, which go off in two different directions, sort of 45 degrees apart, and pick up structural frame members of the house. So instead of pulling the side of the house off, if the wind has to be strong enough to tip the house up over on its side, the whole house, I think. It's not gonna, I'd want to see that. Yes, yeah. I don't want to see that, but I could imagine. But I could imagine, I think that I could have 300 pounds of force on the side of the antenna. I don't know what it would take to pull my house apart if it were just tied to the end of the house, but I would worry about having all of this end up not only in my yard, but in my neighbor's yard, perhaps even on my neighbor's house, which would not be too bad. That could be. Yeah. In addition to direct sideways force, another consideration is the bending moment. This is having the force applied at a distance from where the force is resolved. The distance becomes a lever arm of sorts. So if you imagine a mass secured to a surface and then sticking out horizontally over free space, now imagine standing on the mass as it leaves the secured area. Your force initially will try to shear the end of the mast off from where it's attached. But if you walk out the mast, I'm not suggesting you really try this, just imagine it. If you walk out the mast towards the unsupported end, you'll be applying a bending moment to the mast. The bending moment in foot-pounds equals your weight times the distance. So when you're standing at the edge of the support, you have applied a 200-pound force to try to shear or snap off the unsupported section of mast. And, of course, if this is an antenna and you have a 20-foot mast above the rotator, as some people do, and have the antenna up there, you're providing a significant bending moment that's going to try to cause the mast to buckle. So you have to take that into account, too. That's a sort of a separate issue. It all adds up to the sideways force, but in addition, you have the potential of bending your mast with the antenna on the top of it over due to the force on that, due to the bending moment. So take that into account as well. The best arrangement, if you can do it, is to have the antenna just above the rotator on top of the tower or above the thrust bearing, especially if you have a pipe mast like mine. Everybody, of course, wants to be higher and higher and higher, and as you do that, as you go higher and higher above the top of the tower, you have less and less stuff holding it there, and the mast is taking the full brunt of the bending moment. So just keep that in mind also. Well, do you have time for a question, Joel? Sure. Okay. Well, this one happens to be from Fred, KM6ASK. He's asking a question. Get it. Okay. I'm hoping that you can settle an issue I have with a friend. I just bought a new pickup, and I will be moving my multiband VHF UHF FM transceiver into it. My friend says that I can install the antenna on the edge of the bed behind the cab, because it doesn't matter as long as the top of the antenna is above the roof. In my opinion, that's incorrect. I say that the base of the antenna should be above the roof, and the entire antenna should be in the clear. What do you think, Joel?
Well, I certainly agree that having the antenna on top of the cab, preferably in the center, will work much better than having it partly hidden behind the cab. On the other hand, if you keep hitting garage doors and fast food drive-through overhangs, it may not work for very long. So there's kind of a balance you have to take here. But in terms of radiation of the antenna, I mean, its pattern. Oh, yeah, absolutely. If it's on, if it's in the center of the top of the cab, it will be omnidirectional pretty much. There'll be a little bit of a benefit possibly over the bed of the pickup, but by and large, it's going to be omnidirectional. If you have it on the rail behind the cab, it'll definitely favor going to the rear, but you will still have some radiation to the front. Now, here's the thing, what it really comes down to. And you're talking a VHF antenna, VHF propagation. Most of the time, if you're dealing with local repeaters in which you have a line of sight path, you need so little power to get from where you are to where the repeater is that you don't need much going in that direction. So you may find that even though the signal is down 10 or 20 dB in, towards the front, you still have enough to get into the repeater. Mm-hmm. I had a good antenna on my house, and couple of years not knowing that my 50-watt transmitter final amplifier stage had failed. I was actually putting out less than a watt. I was still getting into all my repeaters. So, you know, I guess the point is it's a question of one would be better than the other, but is the one that's not as good enough for what you need and more likely to survive all these accidents? So what I would suggest doing is trying it. I have a magnetic mount dual band antenna that I think I paid $20 for some years ago. I don't know what they cost now, but they're not terribly expensive. And I would try it in different locations and see if it works well for you, well enough. Now, you will probably find that it you get better quieting in the receiver when it's up on top of the cab, if you're talking to a repeater in the front. But if you can hear the repeater okay, and you can talk to people through the repeater with it on the bed rail in the back, maybe that's good enough. And yeah, if you put a full-size antenna there, it'll work somewhat better. And it wouldn't be a wasted effort because in my experience, a magnetic mount antenna is a handy thing to have. I use them as base station antennas. If I'm traveling, I plop it on the wood stove in the cabin that sure. I'm renting, or on the top of a file cabinet in the office when my antenna falls down, or wherever I go. I mean, there's all kinds of things, emergency communication things. It will work much better than a handheld antenna, for example. So if you're providing communications from a shelter or something in an emergency, it'll be a great thing to have. So don't think of it as a waste of money. Think of it as a investment in something that can answer your question better than I could from here. Yeah, absolutely. Well, thank you, Joel. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 36 des Deutschen Amateurradioclubs für die 36. Kalenderwoche 2018. Erstsendetermin 6. September. Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen. DARC-Mitglieder holen Gold- und Silbermedaillen bei der Amateurfunk-Peil-WM. Erfolgreiche Tango Mike 64 Yankee Lima IOTA-Expedition beendet. Dann läuft am kommenden Wochenende die 63. UKW-Tagung Weinheim, 7. bis 9. September. Ebenfalls am diesem Wochenende der SSB-Teil des WAEDC. Salor Lux Amateurfunktag am 4. November ist ein weiteres Thema hier bei uns im Deutschlandrundspruch. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. DARC-Mitglieder holen Gold- und Silbermedaillen bei der Amateurfunk-Peil-WM. Beim Foxoring-Wettbewerb in Korea gelang Dianora Heraschenko der Sprung auf Platz 1 in der Damenhauptklasse. Bei den Herren ab 40 war Sergei Czerniewski Zweitbester aus dem DARC-Team. Beide sind Mitglied im Ortsverband München Süd Charlie 18. Mit Brigitte Röthe, Viertplatzierte in der Klasse W50, Brigitte Drews, Fünftplatzierte, ebenfalls Klasse W50, Heinrich Götte, Sechstplatzierter in der Klasse M60, Kai Pastor, Platz 6 in der Klasse M40 und Alexander Hergert, Neuntplatzierter in der Klasse M21, gelangen weiteren deutschen Top-10-Platzierungen. Die Weltmeisterschaften im Amateurfunkpeilen finden in diesem Jahr vom 2. bis 8. September im Wettkampfzentrum Sokcho im Nordosten des Landes statt. Der Veranstalter zählt mehr als 316 Starter aus 28 Ländern. Weitere Infos und Ergebnisse gibt es auf der DARC-ARDF-Webseite unter ardf.darc.de.
Erfolgreiche Tango Mike 64 Yankee Lima Iota Expedition beendet. Vom 25. August bis 1. September aktivierten 16 YLs aus 5 Nationen die kleine französische Insel Noirmoutier an der Atlantikküste und sorgten für jede Menge Aktivität. Inzwischen sind alle Teilnehmerinnen wieder wohlbehalten in ihrer Heimat eingetroffen und die Planungen für die internationale YL-Aktivität 2019 unter der Federführung von Eva Thiemann, Hotel Bravo 9 Foxtrot Papa Mike, Strich Oscar Kilo 3 Quebec Echo in der Tschechischen Republik haben bereits begonnen. Ein großes Kompliment an die Gastgeber in Frankreich, Christine, Foxtrot 4, Golf Delta India und ihr Team, die für ein unvergessliches und brillant organisiertes Event sorgten. Weitere interessante Links zum Thema gibt es im Internet. 63. UKW-Tagung Weinheim vom 7. bis 9. September. Am kommenden Wochenende lädt der Funkamateurclub Weinheim e.V. zur 63. UKW-Tagung ein. Veranstaltungsort ist das Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule am Muldring 76 bis 78 in Weinheim. Die UKW-Tagung versteht sich in ihrer Tradition als Treffpunkt für alle, die sich für Funktechnik und Elektronik interessieren. Funkamateure aus ganz Europa referieren am Samstag in 3 Hörsälen auf diesem Forum über ihre Erfahrungen, informieren über innovative Entwicklungen und teilen ihr Know-how. Der Startschuss für die Vorträge fällt am Samstag um 9.15 Uhr im Hörsaal 1 mit der offiziellen Eröffnung. Die Weinheimer UKW-Tagung wird seit 1956 von engagierten Funkamateuren gemeinnützig und auf ehrenamtlicher Basis ausgerichtet. Ausführliche Informationen zur Tagung finden Sie auf der Tagungswebseite unter www.ukw-tagung.org. Der SSB-Teil des WAEDC startet am Wochenende. Am Wochenende 8. und 9. September findet der SSB-Teil des WAE-DX-Contestes statt. Hier bietet sich wieder die Gelegenheit, schöne DX-Verbindungen zu arbeiten, da nur Verbindungen in Länder außerhalb Europas zählen. Umgekehrt sind dadurch natürlich für die DX-Stationen alle Europäer interessant und die Antennen werden in unsere Richtung gedreht. Die Besonderheit in diesem Contest ist der QTC-Austausch. Hierbei senden die DX-Stationen auf Wunsch des QSO-Partners QTCs an europäische Stationen, was zusätzliche Punkte einbringt. Außerdem zählt dieser Contest zur DARC-Clubmeisterschaft und man kann durch seine Teilnahme und Log-Einreichung wertvolle Punkte für seinen Ortsverband sammeln. Dabei sind alle Logs willkommen, egal ob 100 oder auch über 1000 QSOs. Alles Weiteren findet man auf der DARC-Webseite. Darüber berichtet der WAEDC-Manager Marco Hollein, Delta Juliet 4 Mike Hotel. Salor Lux Amateurfunktag am 4. November. Das Organisationsteam des Salor Lux Amateurfunktages lädt alle Funkfreunde am Sonntag, den 4. November von 10 bis 17 Uhr in die alte Näherei in 66287 Quierschied, dort in der Holzerstraße Nummer 126b, herzlich ein. Quierschied liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Saarbrücken an der A1 und A8 und ist über die L262 gut erreichbar. Tische können kostenlos telefonisch bei Herbert Hell, Delta Oscar 9 Golf Hotel unter 06897 68 58 078 oder bei Heinz Nauertz, Delta Kilo 4 X-Ray Charlie unter 06897 624 39 geordert werden. Beide sind per E-Mail über das DARC-Postfach erreichbar. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Besucher aus Frankreich, Luxemburg und Deutschland können einen Tag Amateurfunk pur erleben. Seit insgesamt 49 Jahren treffen sich die Funkamateure aus dem Salor-Lux-Raum, um den Amateurfunk in der Öffentlichkeit darzustellen und Funkgeräte und Zubehör anzubieten. Allen Ausstellern ein herzliches Willkommen in Quierschied und eine angenehme Anreise. Auch für das leibliche Wohl ist zu fairen Preisen bestens gesorgt. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, wie eben gehört, 8. bis 9. September, der WAE-DX-Contest in SSB. Am nächsten Wochenende, 15. September, da läuft der Thüringen-Contest.
Das ganze nächste Wochenende hindurch, 15. bis 16. September, der Scandinavian Activity Contest. Und außerdem noch am 16. September der BARTG Sprint 75. Das ist ein RTTY-Contest in Großbritannien. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Ausgabe 9 2018 auf Seite 60. Der Funkwetterbericht vom 4. September, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 28. August bis 3. September. Nachdem die Region 2719 und 2720 verschwanden, ist die uns zugewandte Sonnenscheibe seit dem 29. August blank. Die Region 2720 gehörte zum Zyklus 25, da sie magnetisch anders gepolt war als die Sonnenflecken vom 24. Zyklus. Der solare Flux fiel geringfügig von 70 auf 68 solare Fluxeinheiten. Das geomagnetische Feld beruhigte sich nach dem Magnetsturm der Stärke G3 vom 26. August schnell und war bereits am Abend des 28. August wieder ruhig. Das interplanetare Magnetfeld hatte wieder Normalpegel und auch die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ging langsam auf Normalwerte zurück. An den Folgetagen schwankte der geomagnetische Index K zwischen 0 und 3. Die Kurzwellenausbreitung erholte sich aber nur sehr langsam. Bis zum 2. September waren alle Funkwege in Ost-West-Richtung und über die Pole noch stark bedämpft. Auch das Fading war unüberhörbar. Ab dem 3. September waren die DX-Bedingungen herbstlich gut. Das 17-Meter-Band öffnete nach Nordamerika, Südostasien und Afrika mit geringer Dämpfung. Das 20-Meter-Band ebenso, aber deutlich länger. Auch 40 und 80 Meter bescherten laute DX-Signale. Vorhersage bis zum 11. September. Die Sonnenaktivität bleibt sehr gering, bis die alten Regionen 2718, 2719 und 2720 am östlichen Sonnenrand wieder erscheinen. Das koronale Loch CH883 befindet sich in geoeffektiver Position. Mit geomagnetischen Störungen müssen wir vom 7. bis 9. und vom 11. bis 17. September rechnen. In den ungestörten Phasen finden wir gute DX-Bedingungen auf den Bändern 20 und 17 Meter tagsüber, auf allen Bändern darunter während der Dämmerungszeiten und nachts vor. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.38 Uhr, in Ostaustralien um 20.38 Uhr, in Westaustralien um 22.30 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.59 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.14 Uhr, auf Hawaii um 16.15 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenaufgang um 14.55 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.17 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 13.42 Uhr, auf den Falklandinseln um 10.28 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 4.21 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.23 Uhr, USA-Westküste 2.35 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.56 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 21.25 Uhr, auf Hawaii um 4.44 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 4.54 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 15.56 Uhr, in Neuseeland um 6:02 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.48 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Wenn Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch haben, also Beiträge und Infos mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Infos gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macius, 88.
PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.